kijkers van Kicks Games, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag zien jullie hier FIFA 17. Jawel, FIFA 18 is alweer aangekondigd en Peter en ik hebben voor het eerst FIFA 17 aangeraakt. Het is toch ook niet te geloven, Peter? Hell yeah, wij zijn laadbloeiers, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, precies. Er wordt wel flink gevoetbald. Ja, zeker, zeker. En Peter en ik wilden graag een videootje opnemen, dus we dachten, nou weet je wat, waarom gaan we niet gewoon met onze teams... gewoon een potje tegen elkaar spelen. Dat is lachen, toch? Ik zit hier naar een vriendschappelijk seizoen te kijken en de laatste twee keer heb jij gewonnen. Waarvan de laatste keer met 3-0. Dus, het is tijd voor een revanche. Ik dacht, ik ga eens een pakketje openen. Gewoon eentje. Gewoon eentje. En ik haalde daar gewoon een of andere gekke blauwe kaart van een Italiaan eruit. En die was 300.000 waard. En toen kon ik mijn team wat gaan upgraden natuurlijk. Dus dat heeft hij ook gedaan. Dus dat heeft hij ook gewoon gedaan. Maar goed, Peter heeft nu zijn kaaslandje. En ik zal even mijn team laten zien. Dit is namelijk mijn actieve selectie. Ik heb gewoon de kopper Zidane is gewoon de manager bij mij. Maar hoe gaan de mensen dit zien? Bij jou? Dat gaan ze helemaal niet zien, Peter. Ik denk dat we er gewoon één moeten doen. We hebben allebei nog niet gespeeld vandaag. Tenminste, ik niet. Oh shit. Ik heb wel een potje gedaan. En voor de kijkers, als jullie zo meteen allebei de teams hebben gezien, drop eventjes gewoon tips. Want wij spelen nog niet zo lang en we willen eigenlijk wel gewoon een beter team. Ja, het is wel echt nodig. Kijk nou. Potverdikkie zeg. Jij bent ook vooruit gegaan, of niet? Ja, ik heb wel... Waar komt die spits vandaan? Giroud. Oh nee, die had je al. Nee, die heb ik gepakt. Oh, ja. Nou, waarom heb je geen 100 teamgeest? Ja, waarschijnlijk door Zidane. Hij wil niet samenspelen met de rest. Hij zegt een lul. Hey, nou, ik mag gewoon beginnen. Let's do this, Kevin Domes. Even lekker terugspelen. De even bal lekker, rond. Even die bal aanraken met z'n allen natuurlijk. Hè. Even die bal aanvoelen. Jij gaat weer voor het maximale balbezit, zie ik al. Oh! Nope. Nee, Peter. Promes, die heeft nog gescoord tegen Luxemburg. Is het heus? Het is heus. De gouden Er wordt aangebeld, man. God, miljard. Ik weet niet wie het is. Vertel ik ben ze zo terug. Wijs ze de deur, Kevin Domes. Het is mijn vrouw, mens. Heb je het opgelost? Ik heb de deur op een kier gezet en ik heb haar binnen gelaten. Ja, perfectie. Ze zal mij zo waarschijnlijk aanspreken op mijn gedrag. Oh! 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 Maar dit is goed! Zo, hé! Ja, Narsing! En rennen met die beentjes! Kijk hem je aan, jongen! Ik zou bijna zeggen dat het PSV er geweest is. Wow! Ah! Oh! Daar ging ik bijna. Sloeg je me nou, die keeper? Ren, Elia! Nope! Oh. Nee, 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 nee! Dit is toch niet de bedoeling, jongens? Kevin, je bent zo zweterig gaan spelen, wat is dit? Ja, ik moet je even... voelt de pressure, hè? Het is in één keer voor opname. Het is in één keer niet meer gewoon... Vriendschappelijk. Vriendschappelijk is het nooit geweest, Peter. Ik vind het apart dat al mijn spelers op de grond liggen, Peter. Ik schop nooit. Dat is echt nooit een knop die ik niet eens aanraak. Je bent echt zo'n kopschopper, hè? Ik ben een treitervlogger. dat is het enige wat ik ben. Ren, Promes! Auw! Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Heerlijk hè, dat commentaar. Volgens mij krijg jij ook gewoon een ander commentaar dan ik. We gaan het allemaal doen. Hè? We gaan het allemaal doen. Ik weet het niet, Peet. Wat ben ik aan het allemaal doen? Ik weet het niet. Ik ga deze kant op. Met uw Narsing. Oh! Oh! Dit kan een kans worden. Mogelijk een goede kans hier. Auw! Ah, weg ermee! Narsing, kom hier! Narsing is zo snel. Oh. Als een jonge windhond. Maar zodra iemand in zijn nek hijgt, dan is het klaar. Oh, de paai is er ook nog! Memphissen! Het is Memphis! Er zijn vissen op het veld! Oh, Memphis! Memphis! Peter, volgens mij gaan we gewoon een aflevering opnemen waarbij het 0-0 blijft. Het is er niet te doen. Verdomme! Niet gelijk zo boos doen, jongen. Sorry, ik ben heel competitive. Als het op spelletjes uitkomt. Oh, mijn poppetje gleed uit, zag ik. Wie is Young? Wie de fuck is Young? Dat is jouw speler, oké? Okay? Hij is wel echt moe, ik zweer het. Hij is Young en free. De eerste helft is klaar, wat is er gebeurd?
We kunnen even kijken. Ik wat zie één schot op doel aan beide kanten. Dit is het begin van de tweede helft. Maar waarschijnlijk zijn er wel mensen die weten hoe wij dit moeten oplossen. Dat deed best wel zeer aan mijn scheentje. Nou, jong. Wat een kutjong is dat. Karstorp is normaal diegene die smeert, maar werd gesmeerd met hem nu. Hij werd keihard uitgesmeerd. Probeert die ruimte voor zichzelf te creëren. Hey! Anders doe je een balletje vasthouden, joh. Ik dacht dat jij een goede keeper had. Dat dacht ik ook. Geen vorm. Hey, dat is een mooi paasje die hij doet. Zag twee beren broodjes smeren. Oh, het was een wonder. Oh, hij is niet buitenspel. Oh, je zag het, hè? Ik zag niet heel veel. Hij is cool. Doe eens even niet. Gordon Ramsay. Gordon, we moeten... Nee. Oh! Ik hoop dat jij dat deed, want dan is het een doeltje. Aangeraakt door de verdediger. Jammer, joh. Narsing, doe het! Kom hier, jij. Doe het, Narsing! Nee! Het is Giroud, de kopper. Daar komt Wesley. Gaat Klaassen eraf? Ja. Ah. Klaassen heeft op de paal geschoten, maat. Dat is dichter in de buurt dan de rest. Hij dacht dat dit een YouTube-video was. Au! Is hij sneller dan de wind? Hij is sneller dan de wind, Kevin. Nou moet Depay het weer oplossen, weet je. Het is... En het is van Aanholt. Die het doet. Nope. Nee! Weg! Uit mijn helft! Giroud, waarom gaf je hem niet een flinke poeier? Waarom nam je hem aan? Oh! Oh! Nee! Dat laatste mannetje. Narsing. Hij is ook moe als de tering. Ze zijn allemaal moe. Het zijn de laatste 3 minuten. Dat is tijd voor een doelpuntje. Van Arjen zeker. Nee! Wie bedenkt zoiets? Oh, even wisselen hoor. Ik ga Luc de Jong erin zetten voor de minuutjes, weet je. Dat hij ook nog een keer de ballen mag raken af en toe. Anders wordt hij ontevreden. Dan gaat hij jou mailtjes sturen. Hij stuurt mij boze mailtjes, jongen. Coach. Ik kwam hem tegen op straat op zijn eind en die wordt helemaal gek. Oh, dat was niet verkeerd. Wat niet? Wacht haar! Auw! Nee, dat is niks. Van Aanholt! Dat is niks. Jouw aanvallende verdediger is boos. Patrick, wat doe je nou? Zal ik hem weer... Oh, dit kan heel zweterig, Kev. We gaan het zweterig doen. Van Dijk! Oh! Van Dijk! Het bittere einde van deze wedstrijd. Wauw. Het is gewoon seizoen, hè? Dus nu is het gewoon 1 puntje erbij. Miljaar. Huh? Waarom verlengen we nu dan? Wat gebeurt er, Peter? Is dit de bekerfinale? Wat is dit voor climax in één keer? Dit is magie. Nou, dan gaat Van Aanholt maar weer rennen, hè, jongens. Van Aanholt. Ik ben hier niet van gediend, Van Aanholt. Van Aanholt is hier wel heel erg van gediend. Hij heeft gediend in zijn jongere jaar. Ja, maar jongens. Jammer. Jan Maat. Zoek de meidenspeler. Daar is... Stefan de Vrij. Oh. Nee, joh. De Memphis. Oh my god. De Memphis. Oh my fucking god. Peter, waarom ben je zo stil? Ik moet me concentreren, anders wordt het helemaal niks. Oh, oh. Luc! Luc! Ja, dat was de eerste helft van de verlenging, jongens. Was dat leuk? Ik wou dat ik de Jong nooit gewisseld had. Ik wil niet vervelend zijn, maar onze nauwkeurigheid van de schoten vliegt omhoog sinds de eerste helft. Ja! Waarom stond hij daar? Arjen! Depay! Depay! Ik ben te langzaam! Het laatste streepje rood. Oh. Oh. Yeah. Anticlimax. What the fuck? Er staat 7 man klaar voor de steekpaas. Nee. Schop hem neer dan. Is dit Arjen? Ah!
Jij wilde naar hem, hè? Je ja, wilde naar, je ik, wilde, naar, ik wilde serieus naar hem schieten. Je wilde naar Van Aanholt schieten. Van Aanholt is de man op wie ik vertrouw op dit moment. Van Leemhuizen wilde jij daar passen. Ga rennen dan, Narsik. Oh! Memphis. Ga je weer de bal van mijn verdediger afpakken? Als het eventjes mag. Oh, wat een sprong. Oh. Nope. What the fuck? Luke! Nou, GG Kevin Domes. Dankjewel. Wil jij ooit in de revanche? Ja, graag. Echt. Maar willen de kijkers dat ook? Dat is een beetje het vraagje. Dat is de vraag die ons allen bezighoudt. Het vraagje wat we onszelf moeten stellen, maar ook van jou, de kijkers. Die vraag houdt ons allemaal bezig op dit moment. Dus beantwoord hem dan ook in de comments, zou ik zeggen. Hell to the air. En laat het ook blijken door een blauw duimpje anders. En ja, check in onze beschrijving de social media van ons, zodat je ons kan volgen. Dan, dat is gewoon leuk. Dat is zo leuk. Ik spreek uit ervaring. Ik volg mezelf en Kevin. Allebei. We zullen je niet teleurstellen. Dat is één ding wat zeker is. Zekerheid. Dat bieden wij. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd zegt Peter vanaf hier...